Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Lauwman Peugeot, Sanidump, Paul en Paul en Budgetplan. Goedendag en welkom bij onze sportuitzending. Vandaag hebben we veel aandacht voor honkbal, want Neptunus is begonnen aan het nieuwe seizoen en dat waren gelijk belangrijke wedstrijden vorige week tegen de grote rivaal Amsterdam. Maar we beginnen, dat zie je al een beetje aan de omgeving, bij Feyenoord. Want hier in de Kuip zijn ze ook begonnen aan het nieuwe seizoen. En wij spraken daarover, over die eerste meters die er worden gemaakt in deze campagne met Leroy Fair. Leroy Fair is er dit seizoen vanaf dag 1 bij. De middenvelder sloot vorig jaar pas laat aan bij Feyenoord. In eerste instantie om een contract te verdienen. Ja, ik kwam natuurlijk heel anders binnen. Toen kwam ik geblesseerd binnen en was ik nog geen contractspeler voor Feyenoord. Ik was eigenlijk gekomen om fit te worden. En dat ging eigenlijk zo snel dat ik daardoor een contract kreeg. En nu ben ik fit en train ik gewoon net als de groep lekker mee. Hoewel Feyenoord en Fair tevreden met elkaar waren, duurden de onderhandelingen over een nieuw contract langer dan verwacht. Ja, dat heeft met meerdere factoren te maken. Ik vond dat het vorig seizoen dat het heel goed deden aan het einde van het seizoen. Dus ik wilde graag een langer contract krijgen bij Feyenoord. Gewoon de vastigheid die wilde ik gewoon hier bij Feyenoord. En ik zit hier heerlijk op mijn plekje met mijn familie. En vandaar dat ik graag 2 jaar wilde blijven. De komende 2 jaar speelt Fair dus nog in het shirt van Feyenoord. Samen met andere sterkhouders in de selectie hoopt de club mee te doen om de prijzen. Ja, nu gaan we met z'n allen gaan we weer op nul beginnen. Hopen dat vasthouden wat we de afgelopen maanden hadden laten zien. Maar je begint eigenlijk gewoon weer op nul. En dat moeten we ook allemaal met z'n allen realiseren. Zeker met wat je zegt, de spelers die gebleven zijn. De meerderheid van de spelers die gebleven zijn. Botta die... gelukkig nog op het einde toch nog voor een jaar heeft getekend en ook gebleven is. Dat zijn spelers die we zeker nodig hebben in de selectie. En het is fijn om zo weer met z'n allen. Plus wat nieuwe jongens die met veel kwaliteiten ons komen helpen. Dat we daar vooruit mee kunnen gaan. Maandag trainde de fitte Fair onder leiding van de vertrouwde technische staf. Eén naam is wel nieuw, die van Zeljko Petrovic. Iemand die er, net als eigenlijk de trainer, als de hoofdtrainer heel kort op zit, 100% van je verwacht elke training. En kon ik in de eerste 3 dagen kan je dat al zien. Het is fris, het zit er heel, heel kort op. En ik denk dat we dat met de trainer, dat je dat kon zien vorig jaar, dat we dat nodig hebben voor deze groep. En ik denk dat het alleen maar goed is. Petrovic volgde Said Bakati op, die met Jaap Stam vertrok naar FC Cincinnati. Fair ziet wel parallellen. Nee, ik kan eigenlijk wel zien dat ze eigenlijk een beetje op dezelfde lijn zitten. Ja. Said Bakati is natuurlijk wel wat jonger, maar de intensiteit en hoe die de trainingen ingaat, dat is eigenlijk identiek. Vanuit het voetbal gaan we het hebben over honkbal. Want Neptunus is begonnen aan het nieuwe seizoen. De eerste wedstrijden zitten er al op. En na een stroeve start op de openingsdag tegen Amsterdam werd het gelijk in de 2 wedstrijden daarna weer weggepoetst. Na de eerste speeldag werden de honkbalclubs op hun vingers getikt door de bond. De coronamaatregelen zouden niet voldoende worden nageleefd. De spelers en trainers moeten nog meer afstand houden in de dugout. En high fives en hugs zijn in principe uit den boze. We hebben er zo op gelet. We proberen geen high fives te geven. Afstand te houden. Dus het is aardig gelukt, denk ik. Ze hadden natuurlijk ook een regel van je mag mekaars knuppel niet aanraken, dat soort dingen. Ik bedoel, als er een bal wordt geslagen, die wordt gegooid door een werper, die wordt geslagen naar een andere veldspeler, die moet hem toch gooien. Dus je houdt toch dat contact via materiaal bijvoorbeeld. Ja, als je dat hele wedstrijd hebt gehad, dan vind ik een high five meer of minder, vind ik iets minder schokkend. Wij gaan er vanuit en wij controleren ook met onze medische staf dat iedereen die op het veld staat, dat die 100% is. En dan denk ik als iedereen 100% is, kan je elkaar ook niet zo snel besmetten. Hè? Dat er vreugde en high fives waren bij Neptunus na de winst op Amsterdam was eigenlijk wel logisch. De competitie werd geopend met een nederlaag tegen de rivaal. En dat moest in hetzelfde weekend worden weggepoetst. En dat lukte overtuigend. Wij als team zijn heel goed in het terugkomen.
En we wisten gewoon dat we in het weekend hard moesten komen en dat hebben we gedaan. Nou ja, de toon is wat ik al zei, dat je dus tegen je directe concurrentie in ieder geval 2 punten voor staat en onderling resultaat. Dus ja, dat kan aan het einde kan dat betekenen dat je wel licht bovenaan eindigt. De wedstrijden tussen Rotterdam en Amsterdam zijn extra pikant, doordat de Rotterdammers vorig seizoen de landstitel op een extreme wijze verspeelden na het weggeven van een ruime voorsprong in de series. Ja, honger zou ik het niet zeggen, maar je vergeet het niet. Weet je, we hebben het zelf laten liggen, dat weten we ook. En ja, daarom, weet je, om de eerste pot dan te verliezen is zuur. Maar ja, om daarna 2 keer te winnen, dan weet je wel dat je op de goede richting gaat. Neptunus heeft een sterk team dit seizoen. Mede doordat Darryl Collins terug is uit Amerika. Een kwaliteitsimpuls. Ook wel fijn voor familie en vrienden. Het liefst zit ik natuurlijk in de VS, maar... Ik ben blij om vrienden, familie weer te zien. En hun zijn ook weer blij om mij te zien spelen. Dus. Ja, ik heb het gemerkt aan mijn swing dat ik de eerste 2 wedstrijden best wel vroeg was. Dus ik heb even mezelf moeten dwingen om langer te wachten voor de bal. Want de snelheid is iets lager. Nou, een stuk lager dan in Amerika. Maar honkbal is een spel van aanpassing maken. De komende weken speelt Neptunus tegen de mindere goden. Waardoor het vooral een kwestie is van fit houden richting de Holland-series. Ja, tot zover de sportuitzending van vandaag. Voor al het laatste sportnieuws kun je natuurlijk zoals altijd terecht op onze website of op onze gratis app. Maandag zijn we er weer met een sportuitzending en vanaf maandag 10 augustus, zelfs weer met een FC Rijnmond, gaan we weer lekker lullen over voetbal aan onze desk. Tot snel. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Lauwman Peugeot, Sanidump, Paul en Paul en Budgetplan.